Ajax. Anna Sam, de vlieger op. Ja, nu het zegt. Hoe oud waren ze toen ook alweer? Oh, ze zijn in een interne studiejaar. Dat is niet moeilijk om de datum nog te weten. We hebben maar één keer in ons ganse leven gevlogen. Allee, wel toch. Als gasten vliegen nu ganse dagen. Ja, zij springen de vlieger op, lukt Wudder op de velo. Wudder achter een basketbalter op de loop. Zij achter een chic-chac als in Milaan. En weet je nog dat we juist voor het vertrek een surprisepakje gaven? Omdat ze zich niet ging vervelen op die vlieger. Ja. Ze konden al daar goed mee bezighouden, hè. Wat lezen, wat kleuren, en heel een tijd zo stil en beleefd zijn. Ja, dat hebben ze verzekers mee van mij, hè. Maar ze hebben ons daar toch goed geamuseerd, hè. En warm dat er was. Ja. Maar het was hier toen ook zo warm, hè, die zomer. Je weet wel, de warmte van heel de eeuw. En wij naar Turkije, naar de zon. Maar we hebben ons toch allemaal samen goed geamuseerd, hè. Ja. En onze televisie was daar kapot. En we misten de schoonste match van onze duivels op de wereldbeker. Maar we hebben ons toch allemaal samen goed geamuseerd, hè. Ja. En we kwamen nog maar dus, of mijn verske pelouse was als een rosten of dat van kost te zitten. Maar dat was toch iets, hè, de eerste vliegreizen? Het is lijkt dat het gisteren was. En toch, al zo lang geleden. Ja. Het gaat al zo rap voorbij. En weet het niet. Het gaat al zo rap voorbij. Het komt nooit meer weer.